uur 44. Ja, dat is een goed idee. Ik was alleen maar aan het kopen. Ik heb gewoon niet klaar. Oké. Ja? Is het? Je moet wel even aanzetten. Ja, hier ligt hier ook. Oké, dankjewel. Super. Hartelijk welkom. Mijn naam is Pim Amersfeet. Dit is Frans. We zijn samen van het RE-team. Fijn dat er nog zoveel mensen gekomen zijn met het toch hele slechte weer. Even kort over de route zal ik wat vertellen. We gaan vandaag weer op de Bloemenpeilbus rijden. Dat is steeds van verkeerssituatie naar verkeerssituatie. Waarbij vooral de afstand heel nauwkeurig in de routeboek is gemeld. En dat kunnen jullie dus aan vasthouden. Dan kom je de volgende verkeerssituatie vanzelf tegen. Heel veel gevallen staan er ook een naambordje van de straat waar je moet in het routeboek. Of de richting die op een andere beenbordje zal staan. Dat kan haast niet missen via ons systeem. We zijn ook nooit een voorgaande jaar waar mensen helemaal kwijtgeraakt. Dus dat moet ook kunnen. En die durft het aan. Ik durf het helemaal aan. Je bent helemaal gekleed, zie ik. Nou, dit is echt super sportief wat je doet, hè. Het is niet de eerste keer, dus. Oké. Ja, gewend. Ik wens u een goede rit. Nooit wat droog. Ja, dat gaat helemaal lukken. Succes. Ja hoor, dankjewel. Jacques, we zijn nu bij jou op de lunchlocatie. Misschien kan je wat vertellen erover. Nou, kijk maar eens rond om je heen, Pim. Het is ontzettend druk aan het worden, gezellig. Het weer zit nog niet helemaal mee, maar als je om je heen kijkt, alle auto's komen binnen gestrompeld. Iedereen is lekker te lunchen, binnen rondjes aan het wandelen. Dus, topdag. Top geregeld, Jacques. Dankjewel.